Hallo André, welkom bij een nieuwe aflevering. In deze aflevering gaan we een top 10 behandelen. De top 10 bizarre dingen die mensen hebben gedaan tijdens skydiving. Voor de mensen die niet weten wat skydiving is. Het is dus eigenlijk uit een vliegtuig springen. Waarom? I don't know. But ja, springen uit een vliegtuig en daarna met een parachute naar beneden. Yay. Wat niet leuk. Denk ik. Maar oké. We gaan direct beginnen en we gaan naar nummer 10 en dat is dus een boekhouder. Oké. Ja. Terwijl je eigenlijk zo'n 1000 meter naar beneden valt, ga je even een boek lezen. Cool. Oké, nummer 9. Kajakken. Wat? Oh, oké, okay. Er hoort nog een filmpje bij. Let's see. Wat is zijn probleem? Oké, dat was heel graag. Nee, oké, okay, dat was wel ziek. Hij heeft wel een ontlanding op het water gedaan. Awesome. Oké, okay, echt. Gitaar Hero spelen. Oh, wacht. Het is dat één spelletje. I don't know hoe hij het heeft voor elkaar gedaan om dat te spelen. Oké, dan. Speel. Oké, boeien. Hij heeft dus gewoon ja, het spel gespeeld. Bro. Nummer 7, sms'en. Ik hoop dat hij zijn gsm niet is verloren. Zou wel een beetje kut zijn, maar oké. Okay. Nummer 6, Rubik Cube oplossen. Grote vraag is natuurlijk, heeft hij de Rubik Cube kunnen oplossen? Want ja, oh, amper 32 seconden, oké, okay. Awesome, oh maar dit wil ik wel zien. Fuck bitch. Hij is het nu aan het oplossen. Ik zie hem gaan. OMG! Nee, hij heeft het bijna gehaald, mensen. Ja, ja. Oh, hij heeft het gedaan, hij heeft het gedaan. Oké, okay, heel interessant. Nummer 5, een huwelijksaanzoek. Ja. Oké. Okay. Wow. Ja, we gaan het filmpje niet zien. Waarom? Omdat dit ja gewoon een hele kan doen. Nummer 4, strijken. Wow. Hoe de hel strijk je nu? Je kan toch niet strijken, man? Is dit strijken? Is dit strijken? Oh, oké. Okay. Oké, I get it. Nummer 3, haren laten knippen. Ik hoop dat jouw kapsel nu heel mooi is geworden. Ik denk het niet, maar oké. Okay. Nummer 2 is scheren. Nou ja, die man zal een paar sneetjes hebben gehad. Nummer 1, een tatoeage laten zetten. Waarom zou je een fucking tatoeage laten zetten terwijl je fucking 4000 meter de lucht in de lucht zit? En dan laten we dan ook gewoon op. Tatoeëren WFFT van World First Free Fall Tattoo. Kom op, man. Maar oké, I get it. Bonus. Oh, 6. Huh, lol. Wie zou dat nu niet willen doen? Jee.
Oh, compor no ser metanáculo. Ok, é uma bomba. Sorry, dude, era um bocado rápido, bogus. Mijn naam is Rob, bedankt om te kijken naar deze video. Wil je meer van deze top 10? Like dan deze video, denk ik. En ja, ik check jullie bij de volgende top 10. Doei!